zal de vraag worden zo dadelijk in dit duel. En die zijn de ontvangers bij Nederland. Nummeroog en Gutsen. Nederland is al maanden in dezelfde basis. Dat is ook vrij link. Want zit het tegen, dan kun je niet terugvallen op een bank. De bankzitters zijn beduidend minder ervaren. Middenaanval door Blanger een optimale keuze heeft tussen de buitenaanval. Een blok van Bas van der Goor is goed. Gutsen moet het dan afmaken. Spelen voor Macerata. En daar in Italië de opvolger wordt van Richard Schuil. Is wat geblesseerd geweest aan zijn rug. Hier Vladimir Gerbic. Kon er ook niet spelen tegen Argentinië. En tegen 4 puntjes gespeeld in deze set. En Nederland door Bas van der Goor hier op een 3-2 voorsprong. Serveren door het harde spel. Door het harde serveren ook veel uit. Aan de weerszijde wordt hij regelmatig. Altijd last van zijn rug, zei ik al. Is daardoor ook nog een tijdje gespaard. En Nederland zit uitstekend in deze tweede set. Nu met die 8-4 voorsprong bij de eerste technische time-out in deze set tegenover elkaar. Maar het was de derde wedstrijd in de pool. Nederland had al 2 keer verloren. Joegoslavië had al 2 keer gewonnen. Joegoslavië speelde met een soort B-team. Nederland won toen met 3-1. Kortom, een enkele keer Nederland, maar vaak Italië ziet Joegoslavië in de weg. Iets wat gebeurde met Nederland. Gaan tekenen bij Macerata. De voorganger bij Macerata. Schuil. En zo pakt Nederland de tweede set met 25-18. Stelt een beetje orde op zaken. Want zo'n beetje alles dat niet liep in de eerste set. De service, de paas. De paas bij Joost Koorstra is op zich prima. Eigenlijk het hele toernooi al. De afketsers, de ketsers die in de tribune belanden vanaf de handen van Joost Koorstra zijn echt op een hand te tellen dit toernooi. En dat is voor een jonge libero zeer prettig. In de tweede set. En zo moest Joegoslavië de wedstrijd toch nog eindigen met de vaste basis. Terwijl eigenlijk de spelers gespaard zouden. Zo een aantal belangrijke punten van Guido Gutsen op een rij. Ja. Dieleman. Pech. Zo sluipt Joegoslavië naar de winst in deze derde set. Richard Schuil. Nederland is waarschijnlijk de derde keer dat ze meedoen aan de spelen. Met het volleybal. Eerste keer in 1964 werden ze achtste. Maar Nederland speelt goed. Het toernooi begint echt in de kwartfinales. Daarin is Joegoslavië de tegenstander. Het wordt een gevecht van titanen. Van der Goor. Waar kiest hij voor? Voor een prima service. Waar nu Nederland kansen heeft om het uit te maken. Nummer nog. En dat doet hij. Nederland gaat naar de vijfde set. Bas van der Goor. En de doortikbal van Nikola Gerbic.
komt op een voor Nederland zeer ongunstig moment. 15-14 Joegoslavië, zij op het tweede matchpoint. De service van Mester is zacht. Schel doet het opnieuw. Veert het blokje uit. Tweede matchpoint weggewerkt. Schel nu zelf aan service. Gibbic doet het opnieuw. In ieder geval het derde matchpoint voor de Joegoslaven is daar. Nummer nog. Vindt nu wel het Joegoslavische blok en het is open. Eén bal. Ja. Dat is heel triest. Het is de harde realiteit, hè. En winnen en verliezen gaat in sport vaak... is vaak nauw met elkaar verbonden. Ik heb veel gewonnen, maar ik heb ook heel veel verloren. En ik kan je vertellen dat de momenten dat je verliest, dat die vaak langer duren, qua gevoel, qua kutgevoel, dan de momenten van grote euforie. Het is het einde van een tijdperk, dat van de lange mannen. Nederland verliest van de latere Olympisch kampioen Joegoslavië.